Hallo vloggies, vloggers. Ik ben aan het vloggen met mijn gsm. Ik doe dat voor de spiegel in het toilet, want op het schermpje kan ik dan zien of ik mijn eigen wel gewoon filmen ben. Mijn ouders hebben dus echt mijn camera afgepakt. En ik heb dit berichtje gekregen via WhatsApp van mijn papa. Hallo. Hier de vlog, of de log, de vlog, voor die 50e Dempsey. Hier zitten we in Afrika. De lounge, de bar. Hier, wij gaan voor de 50 mannen die de vlog gaan kijken vanuit Afrika. Om het record van Dempsey te verbreken. Niet waar, mijn zoon? We gaan een keer zien waar we zitten. Wow. Ja, klein hè? Die olifanten zitten nu allemaal achter ons. Camera, die zit in ons hutje. Sorry, suite uit Afrika. Groetjes, doei. Nou. Ja? Je bent toch niet meer aan het vloggen, hè? Nee, ik ben aan het master... Ah, oké, ja, dan is het goed. Oké, en verder ben ik ook nog naar theater geweest. Bellen en beest. Rustig. Genieten van de show. Ja, dat is niet anders met een gsm filmen. Dat is wel niet simpel. Het moeilijke aan een gsm filmen is dat je je eigen niet ziet natuurlijk. Dus, er is veel bekend volk. Kijk, bekende mensen. Is dat niet goed? Dat zou jullie willen, hè? Zeg maar bedankt, hè. Dat als ook mensen van de radio, waarvan ik de stem heb herkend. Dat is eigenlijk de eerste keer dat ik zoiets naar een première kan gaan. Ik vind het wel spannend, hè? Er kan van alles gebeuren. Decor en acteurs en zo. Ik hoop alleen dat ze mij straks niet gaan vragen wat ik ervan vond. Ik vind het altijd eng, omdat wat als ik dat niet goed vind? Kan, hè? Wat als de muziek toch niet zo optimaal was of de acteurs niet presteren? Ik ga beginnen. Stop. Het is gedaan, het zit erop. Het was leuk. Wel, jammer dat ik vond, de acteurs waren niet herkenbaar. Ze hadden kostuums aan waardoor ik niet kon zien dat beest, bijvoorbeeld Jan Schepens was. Ik vond het wel een mindere. Sommige stukken waren ze ook in de plaats van gewoon tekst aan het zeggen, waren ze zo op. Kom erbij. Zet je zo. Kom erbij. Zo, dat was raar, dat wist ik niet. Ik had me niet aan verwacht. Kijk, hier zien we nog Yoshi. Die was wel goed. Dus al bij al, gezellige avond. Deze was de vlog van Dempsey. Het is een beetje een rare vlog. Ik heb altijd geen camera en ik ben een klein beetje mijn auto ook kwijt. Dus ik ga nu eerst mijn auto zoeken. Oké, tot een volgende keer. Of niet, ik weet niet, als ik nog aan de camera geraak. Doe maar eens met mijn auto.